Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft samen met een delegatie van zijn ministerie tijdens een bezoek aan Acioni in Brokopondo toegezegd dat de meeste problemen binnen 4 weken moeten zijn opgelost. Het bezoek van de bewindsman was in het kader van een tegenbezoek nadat het traditioneel gezag van de omgeving eerder bij de minister op bezoek is geweest. Het verslag komt van Lambert Petrucci. De problemen die tijdens het bezoek werden aangehaald waren de slechte riolering, het tekort aan werknemers van Openbaar Groen om de omgeving te helpen schoonhouden en de slechte vuilophaal. De ondernemer belast met de vuilophaal deed zijn beklag over hoe moeilijk hij zijn werk kan doen. En je kan doen ook jaar uit jaar uit naar monden komen. Ik heb een paar dingen gedaan. 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 Ik heb een paar Amoni no de ma we sukuma fasi fuka fabroko kangomoro fara en we ga ondernemer tangi tak tangano anolibauro ko ide ai duauro ko godoro do me kwa rapport sana situatie is vuil ophaal door een lokale ondernemer of niet is er stortplaats de go me kwa plan de go luka situatie en do gim advies a besluit na 4 weken yoyera besluit yoyera besluit in goed overleg, alasani, in die 4 weken. De taknanga DC, de taknanga de vuilophaler. Wat is het probleem? Andere problemen die voorbij kwamen waren landverlies door afkalving van de rivieroever en het plaatsen van drempels tegen snelheidsduivels. Minister Noor Mohammed deed enkele toezeggingen aan de bevolking. Ja, de vaste afspraken die toegezegd zijn, zijn bijvoorbeeld waar de kinderrijke buurten zijn, de scholen. Je weet, Pokerong is een kleine stad. Heel veel kinderen, scholen, kerken naast elkaar en de mensen racen met een enorme snelheid. Dat ze zelfs tegen kerkgebouw aan zijn gekomen. Dus we hebben besluit genomen dat bij die plekken afgeweken wordt van het advies, het besluit van de regering. En dat er drempels worden geplaatst, dat is rechtvaardig. Er is een tweede besluit genomen dat we het werk wat Openbaar Groen doet in Pokigrong, Acioni gaat herbekijken en gaat optimaliseren. Dus we als in goed overleg met de DC's, RO, het niet lukt, dan zullen wij inkomen onmiddellijk. Ook wat vuilophaal betreft, als het niet loopt, dan gaan wij dat overnemen. In goed overleg met de DC en ROS, want we moeten elkaar helpen. Je weet, vuil zorgt voor onhygiëne situatie en heb je ziektes en dat willen we niet hebben. Ook komt er een officiële vuilstort plaats. De minister deed ook een beroep op de lokale gemeenschap om met elkaar na te gaan welke ondernemingen zij willen starten in het dorp om de strijd tegen hoge prijzen aan te gaan. Dus Sami Wantaki heeft ja project. Toch? Die ondernemer. Of de vrouw van de wat die ondernemerschap. Tijger kapitein of ja Basha of Trasma. Dan. Ik zorg dat van kind delegatie komt met 1 of 2 personen ja voor Lukusa Iwan. Dat je kan verdienen juist revie, dan de prijs automatisch dropt. Ja toch, want je hebt money nodig. Acioni krijgt ook een nieuw en modern meetstation om te meten hoeveel neerslag er valt.